Schuco presenteert Bouwhelden. Met deze keer in de hoofdrol Joost Ector. Vandaag zijn we bij een bijzonder project van Ector Hoogstad Architecten. We zijn in Groningen op de Zernike Campus aan de noordrand van de stad, het universiteitsterrein. En hier is in aanbouw het Veringa Building voor de universiteit. Een enorm gebouw genoemd naar Ben Veringa, de Nederlander die in 2016 de Nobelprijs voor de scheikunde ontving. En dit gebouw komt straks stampvol met labs, kantoren te zitten, onderwijsvoorzieningen, een grote collegezaal, restauratieve voorzieningen. Een enorme mooie uitdaging voor ons bij Ector Hoogstad Architecten. Een gebouw natuurlijk enorm groot, 64.000 vierkante meter. We kijken hier op de korte kant, het is in die richting 63 meter diep. Maar hier achter mij gaat het nog 260 meter zo door als het straks helemaal gerealiseerd is. 5 verdiepingen met heel veel installaties erop. En de uitdaging voor ons was eigenlijk om te proberen een gebouw te maken dat ondanks die enorme schaal toch gewoon prettig aanvoelde. Dat je er niet verloren loopt, dat je je weg erin kan vinden. Dat het ook nog een beetje prettig huiselijk aanvoelt, ondanks dat het dan voor een groot deel uit laboratoria bestaat. En dat hebben wij gedaan door het gebouw een soort V-vormige structuur te geven. Een lange slinger te maken die elke keer V-vormige ruimtes maakt die zich naar de campus toe openen. En op deze manier zorgen we ervoor dat je overal in de campus kan zien wat er in het gebouw gebeurt. Maar ook overal binnen in het gebouw contact kan houden met de campus. Waardoor je echt een mooie vermenging krijgt van die campusomgeving en die high-tech labs binnen het gebouw. We bevragen Joost over de veiligheid, de duurzaamheid en het gebruiksgemak. Ja, een laboratoriumgebouw moet in de regel voldoen aan hele strenge eisen. Dan gaat het over temperatuurstabiliteit, dan gaat het over daglichttoetreding, dan gaat het over misschien zelfs wel explosiegevaar, de manier waarop je met brandoverslag en rookwering rekening houdt. Nou, en dat speelt natuurlijk bij alle onderdelen van een gebouw, maar niet in de laatste plaats bij de gevel. En in dit geval hebben we natuurlijk nog het extra probleem dat dit gebouw zo enorm groot is en dat er dus ook... En dat alles aan het gebouw ook groot is. Dus die hele hoge glasstroken die je hierachter ziet, daar hebben we echt wel even moeten puzzelen met Schuco om dat aan alle normen te laten voldoen. Ja, bij dit gebouw hadden we natuurlijk allerlei bouwtechnische uitdagingen. Die hebben wij eigenlijk altijd in onze projecten. Wij doen heel weinig standaard gebouwen. En dan is het fijn als je kunt terugvallen op de expertise van deskundige partijen in de markt met wie je samen die uitdagingen kunt oplossen. Hier was het aardbevingsbestendigheid, hier was het daglichttoetreding, hier was specifieke montage uitvoeringsgerelateerde aspecten. En daar hebben we met de specialisten van Schuco samen heel goed aan gewerkt. En dat maakt het gebouw straks mooier, daar ben ik van overtuigd. Maar het maakt het ook in technisch opzicht beter, duurzamer en natuurlijk ook gewoon economischer. Ja, wat ik belangrijk vind voor een gebouw op een campus is dat die twee dingen ook met elkaar te maken hebben. Dus dat je geen geïsoleerde gebouwen hebt en dat je naar binnen gaat en dat je in een andere wereld bent en dat je weer naar buiten komt en dat je weer in een andere wereld bent. Dus die dingen moeten echt met elkaar vermengen. Daarom hebben we ook gekozen voor zoveel transparantie in de gevel, dat je van buitenaf kunt zien wat er binnen gebeurt, maar dat je ook van binnen voortdurend de campus hebt als de achtergrond voor het werk dat je daar doet. Want dat is toch het idee van een campus, dat je daar samenwerkt aan kennisdeling, kennisontwikkeling, dat je elkaar inspireert, elkaar op nieuwe ideeën brengt. En daar speelt de gevel als intermediair tussen binnen en buiten een belangrijke rol. Ja, het is prachtig om je ontwerp dan tot leven te zien komen. En waar wij echt heel veel zorg aan besteed hebben in het ontwerpproces is hoe ga je nou om met een gebouw op deze schaal. 64.000 vierkante meter, verdiepingen zijn hoog, afmetingen zijn groot. Hoe zorg je ervoor dat zo'n gemeenschap van zo'n faculteit zich daar straks toch prettig in kan voelen? Dat je niet verloren loopt, dat je niet een uitgestorven gevoel krijgt. Dat het knus en behagelijk ook op sommige plekken is naast heel technisch functioneel in de laboratoria. Dus daar hebben we heel veel zorg aan besteed, dat die plekken er ook zijn, dat je je goed kunt oriënteren, dat je soms in één keer heel ver weg kan kijken, soms een gevoel van beschutting hebt. Dus omgaan met die schaal, dat heel goed stapsgewijs opbouwen, ik denk dat we daar heel goed in geslaagd zijn. Dat zie ik al helemaal voor me en ik denk dat de mensen die hier straks komen als het klaar is, dat ook zo zullen ervaren.
Als alles goed gaat, dan is fase 1 in de zomer van 2023 klaar. Dus dan kunnen de eerste gebruikers het gebouw in. Dan wordt er daarna op een plek hiernaast weer een oud gebouw gesloopt. En dan kan fase 2 worden gerealiseerd. Wanneer dat precies klaar is, weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. En daarom is Joost Ector voor ons een bouwheld. Wil je meer zien van onze bouwhelden? Bekijk dan ook de andere video's.